Het Volkshuis in de Vermorgenstraat wordt vanaf 8 april het epicentrum voor de vieringen van de socialistische familie binnen het feestjaar van 800 jaar Sint-Niklaas. De socialistische beweging heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld in de rijke geschiedenis van de stad. Zoveel jaren geleden kwamen de eerste vakbondsmensen uit Gent hier met de trein in Sint-Niklaas aan. En dan denken we even aan het begin van de film Dans. Die kwamen hier de Vooruit, het dagblad van de werkman, verkopen. Lees de Vooruit! De Gazette der Socialisten! Lees de Vooruit! Lees de Vooruit! De Gazette der Socialisten! Ja, alsjeblieft, heren, voor u is gratis. Lees de Vooruit! Oh, niet kloppen. Het socialisme is heel belangrijk geweest om te beginnen zo'n 100 jaar geleden, omdat hier de breigoednijverheid welig tierde. Er waren grote fabrieken waar arbeiders in niet altijd de beste omstandigheden moesten werken. En dan waren de vakbonden op dat moment zeer noodzakelijk om aan die mistoestanden te verhelpen. In de tentoonstelling, Het Grote Rode Verhaal, krijg je een uniek zicht op ruim 100 jaar socialistische beweging in Sint-Niklaas. Ieder paneel is een collage met korte teksten erbij. En het is werkelijk zeer overzichtelijk. De geschiedenis van het socialisme kan je hier in verschillende luiken bekijken en beleven ook, vooral dat. De tentoonstelling vindt plaats in het unieke decor van het Volkshuis en opent op zaterdag 8 april. Maar er is meer. De aftrap van het Rode Feestjaar wordt gegeven met een gloednieuwe geleide wandeling met straattheater. We stoppen bijvoorbeeld ook in de Mercatorstraat. Daar was de eerste het gebouw van de mutualiteit eerst. Maar dat was ook eigenlijk het mekken van de breigoednijverheid. Dat is ook een luik dat we zeker niet mogen overslaan in die wandeling. Daar moet wat over gezegd worden. Dan gaan we naar het Eerste Volkshuis in de Regentiestraat. Ook een zeer mooi verhaal. En dan zitten we zo begin de jaren 1900. En van daaruit stappen we naar de Regentiestraat een beetje verder, waar de eerste school, de École Moyenne, was. En dan eindigen we weer in dat magnifieke Volkshuis waar wij onze wandeling beginnen en waar de mooie tentoonstelling dan te zien is en waar er genoeg informatie te krijgen is over die tentoonstelling die eigenlijk een mijlpaal is in de geschiedenis van het socialisme in Sint-Niklaas. Wil je er op 8 april bij zijn, schrijf je dan gratis in en verzeker jezelf van een plaatsje.